We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Vandaag in mijn uitzending een voetballer, een ondernemer. Een bijzondere man, een uitblinker op meerdere vlakken. Hij speelde onder andere voor Ajax, voor AZ, voor Spartak Moskou, voor Go Ahead Eagles. Hij stond in de halve finale van het WK in 2010. Toen kreeg hij een behoorlijke trap tegen zijn hoofd. Dat heeft hem veranderd, dat heeft hem ook beschadigd, maar dat heeft hem vooral geïnspireerd. Hij is de man achter het kledingmerk Baller. Als achter een van de allergrootste influencers in de wereld, 4-3 op voetbalgebied. De man achter Wannahefs. Een veelzijdige ondernemer, voetballer, visionair. Ik ga nu met hem in gesprek. Ik zou zeggen, gaat u er rustig voor zitten. Vandaag in de uitzending Demi de Zeeuw. Wie heeft op jou het meeste indruk gemaakt als trainer? Van Gaal. Ja? Ja, dat is eigenlijk een makkelijke keuze. Ik denk dat ik eigenlijk heel veel van mijn leven ook, niet alleen voetbalcarrière, maar gewoon mijn leven, gewoon heel veel aan hem te danken heb. Hij haalde mij toen ik 21 was. Toen speelde ik met AZ een wedstrijd tegen, of met Go Ahead een wedstrijd tegen AZ. En ik wou eigenlijk heel graag weg bij Go Ahead, omdat ik het gevoel had van ik moet hogerop. En ja, toen zou ik eigenlijk bij Groningen gaan tekenen. En toen speelde ik nog één wedstrijd tegen AZ. En ja, toen speelde ik eigenlijk supergoed. En ja, toen zei eigenlijk Van Gaal meteen, haal hem maar op. En zodoende kwam ik bij AZ en speelde ik in de Eredivisie. En toen heeft hij me eigenlijk altijd gesteund. En ja, in die 4 jaar heb ik echt heel veel van hem geleerd. Maar wat maakt Van Gaal zo goed? Hè? Dus aan de ene kant, als je spelers vraagt, wie was je beste trainer? Dan komt heel vaak de naam Van Gaal. En aan de andere kant roept hij enorme aversie op bij bepaalde journalisten. Nou, je noemde er net één. Valentijn staat wel bekend als een public Van Gaal hunter. Waarom is Van Gaal zo'n goede trainer? Omdat ik denk dat hij bij iedereen vanaf het begin duidelijk maakt. En bij AZ ook het begin. Hij begon ook meteen van het belangrijkste zijn niet jullie. Het is echt de club, de fans, het logo. Daarna komen pas de spelers. En ja, met dat principe handelt hij eigenlijk met alles. En nu zal hij ook zeggen van ja, het is het volk, het Nederlands elftal. En pas daarna komen jullie als spelers. Ja, die je dingen mogen doen, maar ik bepaal gewoon hoe we moeten spelen. En als iedereen zich daaraan houdt, dan spelen we vaak een goede wedstrijd. En ja, in principe bij AZ gingen we op die manier altijd de veld in. En wonnen we eigenlijk ook. Iedereen wist gewoon op zijn eigen positie van oké, ik moet dit doen, dit wordt van mij gevraagd. En als ik dat gewoon blijf doen, dan, ja, dan winnen we vaak. En ja, als je ziet onder Van Gaal hoeveel wedstrijden we gewonnen hebben, dat is voor AZ ongekend eigenlijk. Het was een soort karate-trap, voor wie het nog terug wil zien, echt vol in je gezicht. Ja. En je hield daar een zware hersenschudding over? Ja, hersenschudding. Alle tanden zijn ervoor eigenlijk uitgegaan. Niet meteen, maar wel de maanden, jaren daarna. En hele flinke hersenschudding waar het echt wel heel lang, echt jaren last van heb gehad. Ja, kijk, op zich zou ik dat normaal gesproken denken, oké, dat happens, hè, dat blijft bij voetbal. Alleen jij hebt dat zelf benoemd als een soort keerpunt in je leven. Ja. Kun je dat eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou, toen ik die schop kreeg, moest ik naar het ziekenhuis daar. Het was toen 10:30 s'avonds of zo, dus alle dokters waren weg. Dus er werd een dokter opgetrommeld. En ja, ik had het nog nooit gezien, maar die hadden echt een hele spalk met echte ijzerdraden in mijn mond. Het leek bijna echt zo'n een soort van fietsenstalling. Dat zat echt helemaal in mijn gehemelte vastgeboord. En ik voelde de volgende dag al van, ja, dit gaat alleen maar ontsteking geven. Want er zat zoveel ijzer in mijn mond. En dat moest ik echt maanden inhouden. En ja, ik voelde gewoon, daardoor was ik gewoon ziek en misselijk. En het was altijd wel wat. Ik voelde me gewoon niet lekker. Omdat gewoon heel mijn mond zat eigenlijk vol met ontsteking. En ik kreeg liesblessures. En toen zei ik van, ja, ik moet het toch maar eens eruit gaan halen. Want het zit gewoon niet goed. En toen ben ik, denk wel 15 naar de tandarts geweest. En ja, ik bleef ook last van mijn hoofd houden. Ik voelde steeds zeg maar aan de linkerkant dat iets verdoofd. Dus ik was wel, bijvoorbeeld als ik bij een bespreking of met iemand geweest, voelde ik wel, ik ben er wel bij, maar ik ben ook weer niet bij. Ik was echt aan het dromen en heel warrig gevoel, zeg maar. En dat nam ik gewoon mee naar de wedstrijden. En ik had steeds meer moeite om echt te concentreren of me op te laden voor een wedstrijd. En ik weet nog goed, we speelden met Anderlecht Paris Saint-Germain uit. Toen scoorde ik nog 1-1. Speelde ik een hele goede wedstrijd. En toen ben je naar Anderlecht. En 4 dagen later speelde tegen Charleroi. Nou, dat was echt troosteloos weer. Donker. Slecht verlichting. En toen liep ik warm. Toen dacht ik echt van, wat ben ik aan het doen? Ik heb helemaal geen zin om te voetballen. En ja, dat was echt mijn aller slechtste wedstrijd. En toen dacht ik wel van, ja, dit is volgens mij gewoon niet meer wat ik echt heel erg leuk vind. Ik kan me niet meer opladen om
ja, tegen kleine clubs ergens achteraf te spelen. En dat begon steeds meer, zeg maar, te voelen. En dat is misschien ook de reden waarom ik nu gewoon niet meer in stadions echt kom. Dat ik gewoon, ik voel die spanning niet meer. En dat ging steeds verder. En ja, op een gegeven moment toen ben ik even een tijdje bij Anderlecht, kreeg ik nog een keer een klap van de jongen op training. Dus die liep tegen me aan met zijn elleboog. Weer tegen mijn hoofd. En toen was ik ook echt 3 weken bijna plat op bed gelegen. En ja, op een gegeven moment dacht ik van ja, dit is me eigenlijk niet meer waard. Ik vind mijn gezondheid leidt nu eigenlijk onder het voetballen. En ook mijn hele gemoedstand. Ik was chagrijnig. Ik had, misschien is dat een depressie, maar ik had gewoon nergens zin in. En ik gaf alleen mijn geld uit aan kleding en aan domme dingen, horloges kopen, dat soort dingen. En ja, uiteindelijk misschien weer een beetje tot rust gekomen. Toen dacht ik, nou, ik ga toch nog bij NAC spelen. Dat ging eigenlijk heel erg goed, maar ik had wel heel snel door. Ik was al met ballen bezig, met 4-3. Van ja, dit is gewoon, voetbal is leuk, maar het is niet meer mijn volledige passie. En toen ben ik eigenlijk 7 jaar geleden gestopt en vol gaan ondernemen. En krijg je dan ook tekengeld als je dat doet? En als we soms wedstrijden speelden, kwam de eigenaar, die was van Lukoil. Dus die kwam er met zo'n... Die ken ik. Ja, zo'n tasje waar je voetbalschoenen in zit. Kan je vaak met derbies tegen CSKA Moskou zijn. Als jullie winnen vandaag, dan mogen jullie deze verdelen onder elkaar. En ja, dan zat er gewoon een ton cash in of zo. Gekke dingen. Ja, want jij hoe lang heb jij in Rusland gezeten? 2 jaar. 2 jaar. En hoe kijk je daarop terug op die periode? Of eigenlijk in Moskou? Hè? Ja, gewoon heel leerzaam. Ik vond het wel heel mooi om mee te maken. Gewoon als ook ontwikkeling als mens. En ook hoe gezegend je moet zijn dat je gewoon in Nederland geboren bent. Ik denk dat mensen niet begrijpen van ja, dat alles maar vanzelfsprekend is. Dat hier alles betaald wordt en gedaan wordt. Maar als je ziet hoe ze daar werken en wat voor een dag ze maken. En ja, af en toe speelden we uit bij Grozny of zo. En dan denk ik van echt, ja, hoe kan iemand echt, hoe kan je geboren worden en überhaupt nog leven? En, ja. Dan hebben wij in Nederland heel makkelijk met je busje naar Tilburg of hooguit een keer naar Groningen of naar Maastricht. Maar ja, in Rusland was het 3-4 uur vliegen met slechte vliegtuigen. Vliegvelden, niet eens vliegvelden waren, was gewoon de snelweg afgezet. En we landen hier, hotels waar... Gewoon landen op de snelweg, hè? Dat is gewoon, ja, inderdaad. Gewoon een stuk weg en hotels waar water bruin uit de kranen kwam. En eten, ja. Ik had alleen maar witte rijst... Of pasta met zout en olijfolie. Ik had nooit kip en ja, misschien verwend. Maar ja, ik had 1 keer genomen voor een Champions League wedstrijd tegen Benfica. Nou, toen was ik zo aan het kotsen de hele dag. Ik zeg, trainer, was volgens mij om 1 uur 's nachts. Ik zeg, ik kots alleen maar zwarte git. Ik kan echt niet spelen. Ik moet naar huis. Je begint zo'n merk. Je gaat winkels openen. Ik zag het overal opduiken. Wat was de truc? Dat je alle voetballers een gratis t-shirt gaf? Ja, eigenlijk wat nu echt influencer marketing is, dat deden wij eigenlijk al 10 jaar geleden vanaf het begin. Alleen toen begon het bij voetballers, op een gegeven moment gingen we naar DJ's en ja, zo'n beetje gaf het aan iedereen eigenlijk die grote volgers had, zeiden we hier heb je het, promote het en dat ging echt als een raket eigenlijk. Ja, maar dat is wel een hele goede manier eigenlijk, want je kan ook een tv-campagne op bij de NPO kopen of de hele snelweg volhangen met masten. Maar wat jullie eigenlijk deden was... Jullie waren heel royaal, heel vrijgevig. Veel ook. Ja. Spelers, t-shirts, het hele circus. En ze gingen het ook dragen. Ja. En dat gaf een continu beeld van... Hey, als jij nou een advies zou geven, gewoon aan een gemiddelde ondernemer... Zeg je, dit is wel de golden ticket? Ja, voor ons op dat moment wel. Maar je ziet nu eigenlijk al dat iedere influencer heeft een manager. Dat is wel echt verschil met toen. En ja, nu is het gewoon veel moeilijker om dit... te krijgen, zeg maar. Omdat het bereik is gewoon veel minder van iedereen. Iedereen heeft natuurlijk al veel volgers, maar het bereik is minder. Je hebt niet meer zoveel traction. En alles wordt gefilterd door Instagram, Facebook of Twitter of TikTok. Maar je ziet nu steeds wel dat er mensen of merken bovenkomen die gewoon iets doen wat mensen gewoon graag willen. En dat is toch vaak wel het belangrijkste, is vaak hele goede content. Mm. En zonder hele goede content red je het gewoon eigenlijk niet. Tenzij je gewoon heel veel geld hebt, gewoon blijft adverteren. En een vriend van mij die heeft bijvoorbeeld smartwatch banden. En die doet heel veel via Google. En dat kost hem heel veel geld. Maar hij bouwt zelf steeds iets op. En 1 euro wordt 3 euro. En dadelijk wordt 10 euro, 30 euro. En 100 euro wordt 300 euro. En zo ga je steeds bouwen. En je ziet dat wel
ook werkt. Maar dat is, ja, dat is veel langzaam. Wij waren echt in binnen 2-3 jaar wist iedereen, heel Nederland wist, oh, dit is ballen. Ja, we weten gewoon heel goed hoe we, zeg maar, mensen, likes, reacties of ja, dingen kunnen doen, zodat wij iedere keer een interactie krijgen. En daar is niemand groter. En ja, daar bereiken we ook met ons 43 miljoen volgers, bereiken we 210 miljoen mensen per maand. Dus unieke, verschillende accounts over heel de wereld. En ja, we blijven eigenlijk nog steeds groeien met 50.000 volgers per dag. Dus er komt eigenlijk geen einde aan. En doordat we zo groot zijn, hebben we nu heel veel deals met leagues, met clubs, maar ook met spelers. En alleen ja, het probleem is dat al die, al die fans zitten allemaal op Instagram en niet in ons eigen beheer. En hoe denk jij dat de wereld er over 10 jaar uitziet? Eenzamer, veel meer digitaal, denk ik. Ik denk dat de mensen veel minder afspreken. Ik denk dat het echt veel meer digitaal wordt. En ja, ik denk dat het nog sneller gaat allemaal. En je ziet nu al wat allemaal gebeurt met blockchain, NFT en dat soort dingen. Dat, ja, er gaat een hele nieuwe wereld open dadelijk. Dat klinkt niet heel gezellig. Eenzamer en digitaler. Nee, maar ik denk dat wij juist met die app, dat we zeg maar het digitaal mensen dan wel weer fysiek proberen samen te brengen. Dat wel echt iets is wat wij heel erg proberen te stimuleren. Dat mensen gewoon gaan voetballen. Als je nu rondrijdt rond Amsterdam, tot 3 uur gebeurt er niks op een voetbalveld. Terwijl er wel mensen ziek thuis zitten of niet werken. Terwijl je ook gewoon kan sporten op een voetbalveld. Ga samen met jongens voetballen ergens. En ja, je bent gewoon weer even bezig. En ja, maar dat lukt maar niet. Hè? Dat zeg maar dat sportgevoel, dat lekker elke week dat heel Nederland gaat sporten of trainen. Ik heb zelf in mijn jeugd echt heel veel gesport. Dat heeft me goed gedaan. Want dat stimuleren, zoals in Japan, hè, ja, de straat op. Waarom zou het toch goed zijn? We zeggen altijd, we maken ons druk om de gezondheid. Maar ja, dan denk ik, ja, het gaat niet. Ja, maar ik denk dat het met verandering, als je nu bijvoorbeeld in China ziet dat de kinderen maar volgens mij 43 minuten op hun telefoon mogen per dag. Anders wordt die uitgeschakeld. Vind je dat goed? Vind je dat goed? Ik denk het wel, ja. Ik heb mijn kinderen ook te veel op een iPad eigenlijk gelaten. En juist vorige week heb ik heel erg geschreven van, we gaan niet op de iPad, we gaan gewoon dingen doen, ga gewoon praten, spelen. En dat zie je gewoon dat het werkt. Ja. Ze worden gewoon leuker, positief. En op die iPad is het altijd toch een grote mond. Maar dat vinden alle ouders. Ja. Het is gewoon verschrikkelijk. En dat UEFA en dat geklooien de hele dag met die telefoon. Ja, heel eerlijk, ook Instagram. Ja, nee, maar kijk nou hoe wij voetbal kijken. Allemaal. Als ik op tv op de bank voetbal kijk, zit ik met mijn telefoon in de hand. Ja. Mensen in het stadion zijn met hun telefoon. En als er wat gebeurt, kijken ze op. En dat wordt eigenlijk alleen maar meer. Maar eigenlijk zeg je dat je eigen businessmodel een onsje minder mag. Ja, nee, ik denk wel dat anders. Kijk, ja, je wilt gewoon mensen meer in beweging krijgen. En dat is wat we met deze app gaan proberen te doen. En ja, hopelijk kan je dan ook meer echt iets positiefs aan iemand bijdragen. Wilt u de hele podcast beluisteren? Ga dan naar dekapiteindelijn.nl en word kapitein. En dan zeggen we tegen u, molto bon dia. Kapitaal. Ik dank u voor het luisteren en hopelijk wordt u ook lid van onze beweging, de Kapiteinenlijn. Tot snel.